Okay. Mijn camera doet een beetje raar, maar goedemorgen allemaal. Goedemiddag eigenlijk al. 12 augustus. We hebben net drie lichte dagen achter de rug. In augustus, jawel. We zitten nog in stormt echt en geregend. Maar het is de eerste regen die we hebben gehad in een hele lange tijd. Dus ik zie ineens groen gras. Ongelooflijk. En ik ben in de kas bezig geweest. Dat zal ik jullie laten zien. Er stond heel veel onkruid. En er waren wat bonen dood. Ondanks het water geven. Maar in ieder geval hoop ik dat het nu goed gaat. Ik heb hier, ik noem het de zoveelste ronde, tuinraap geplant. Die heb ik bij mij op het balkon heb ik die voor gezaaid. Omdat het gewoon te droog was. En ik kon daar in ieder geval de boel een beetje meer in de gaten houden. We hebben hier de meeste bonen weggehaald. We hebben aardig wat ingevroren al. Maar ik heb toch ook weer een nieuwe bonenplant. Eigenlijk een doppert heb ik geplant. De tomaten, die gaan wel goed. Moet alleen nog rood worden. Dit zijn allemaal vleestomaten. En ze zijn niet zo heel groot. Gaat er eentje niet zo goed, maar in ieder geval, we hebben meer tomaten dan vorig jaar. Het is een zooi, ik weet het, ik had moeten dieven. We hebben ze gewoon maar opgebonden en hun gang laten gaan. En er zit nog steeds bloem in. Dille heb ik ook moeten uitdunnen. We hebben hier een beest in de kas die de kolen aanvreet. Deze heeft hij gelukkig laten zitten. Hier zit een of ander beestje. Maar wij bestrijden niets, zoals jullie weten. Dus het is gewoon geluk hebben. Er is ook een kool. Mijn munt. Je ziet dan de aarde op de blad dat ik aan het rousen ben geweest. Hier ook. Dit is trouwens ook dille en peterselie door elkaar. Daar is dat peterselie. Dit is ook weer zo'n lekkere aangevreten kool. Daar staan drie komkommers. Ik hoop dat het nog gaat lukken. Dus in feite worden de nachten al wat kouder. Postelijn die we al aardig geknipt hebben, maar die toch steeds terugkomt. Weer een aangevreten kool. En dat is andijvie. En wat ui of prei, dat weet ik niet zeker meer. Hier staat een kleine doppert. En wat rucola sla. Ja, en dan heb ik heel wat dille heb ik eruit getrokken. Dat ligt nu te drogen. We hebben met het weer, ja, je weet nooit of je nou moet zeggen dat je een fijne zomer hebt of niet. Voor de planten is het een slechte zomer geweest. Voor de mensen een hele droge, best wel een hele zonnige periode gehad. Heel, heel heet. Ik heb moeten werken. Geer heeft heel veel gewerkt in Steve's huis. Dus we hebben er zelf niet zo van kunnen profiteren. Maar ja, zo is het leven. Maak keuzes, niet waar? En daar, in die struik, daar hangen nog wat kruisbesjes ziek. Die moet nog plukken. De meeste heb ik al vermaakt in jam. Hier hangen nog wat kersjes. Die zwarte nagels. Lekker zoet. Ja. Er is op kippengebied niet zo heel veel te melden. We hebben er twee weggedaan naar de buurtjes. En er komt nog een Amerikaanse jongen een paar kippen halen. We zijn een beetje aan het uitdunnen. Want we hebben zoveel eieren. En we verkopen er niet zo heel veel. Dat het gewoon zonde is eigenlijk om zoveel kippen te hebben. Ik ga even naar Steve's huis toe. En dan ga ik jullie daar laten zien wat hoe de progressie is daar. Tot zo. De muur die bijna af is. Ik vind hem vrij oranje, maar Steve vindt hem wel mooi. De kleur.
almost finished the wall. En nu de badkamer. Badkamer. Waar Gerhard bezig is. Kijk eens even. Douches. Daar komt een grotwand. Jawel. Mijn kraan. Putje. 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 Nou. Tik toetjes. Uit. Uit. Mooi. Nou ja, en even door de herrie heen. Deze gipsen wand heeft Geer afgesmeerd gisteren. Dus die is wel mooi voor stopcontact. Stopcontact. Die ik heb gemaakt van kerkbank materiaal. Geer. Heb je dan die sierstrip nog? Oh, oké. Okay. Ja, die heb ik nog. Die heb ik nog niet aan gebruikt. Nee, oké. Okay. Wesp. Ik ga weer terug. Ga weer terug? Ik ga weer terug. Ah, gezellig. Ja. Ik ga aan het werk. Aan mijn boek. Het zit de wesp om je heen. Constant hier. Ja. Bye bye. Een paar dagen terug al. Is Stiek hier geweest. Ik kruip even in de auto, dat maakt minder herrie. Zo. Een paar dagen geleden is Stiek hier geweest met de tractor. Die heeft de tuin een beetje rechter gemaakt. De grootste bos eruit gehaald. Maar blijft nog steeds een hele grove toestand. Dus we moeten stenen gaan rapen. Om maar gras te kunnen planten. Want anders kom je er met je grasmaaien niet meer doorheen. Eens kijken of ik met één hand zonder de bomen te raken naar achteren kan. Yay. Nou, naar huis, dat hele end. Met één hand sturen. Daar komt niks aan. Daar ook niet. Right. Home. Je ziet het, een bosweg. 800 meter verder wonen wij. Alleen locals kom je tegen en wildlife. Rechts is het bos van Kenneth, van onze buurman. In mijn boeken noem ik hem John Wayne. Links is het van iemand die in Krakenhult woont. Een heel klein geheugje verderop in het bos. Die kennen we ook wel. Steve huurt daar een stukje grond van voor €40 per jaar. Je lacht je rot. Maar daarop staat een schuur die hij in eigendom heeft. Nou, knief zijn wel wat. Dus hij heeft een eigendom, maar het is op gehuurde grond. Dus hij kan het ook afbreken en de boel laten gaan. Maar hij wil die schuur gaan gebruiken. Dus ooit. Niet nu. Dat is ons huisje. Even laten zien zo. Onze villa. Hoppakee. Leiding af. Alles met één hand. Nou, een
te zien. Een heel stijf, diep grippeltje als ik hem verkeerd instuur. Maar het ging goed met één hand. Hopla. Tot de badeend en die verder. Touwtje is een beetje gekompen. Van de badeend, dus je moet hem er niet tegenaan. Even naar de kippetjes lopen. Nou, een donkere lucht. Het is wel weer heel erg warm. Het was gistermorgen was het maar 7 graden. Gisteravond was het 12 graden. In de tussentijd heb ik niet gekeken. Hier in de westen met schaam. We hebben er gewoon een gat in gepikt. Zo was het. Ja, soms vergeet ik het. Kippetjes zitten lekker op de picknicktafel. Daan de Haan. En daar hebben we onze witte. Die heeft ook nog geen naam. Die, ja. Wist eigenlijk nog niet wat we wilden doen met hem. Maar we houden hem gewoon. Want, hij is gewoon te leuk. Hij is te mooi. Te lief. Het gaat zonder ruzie. Je gaat het samen met Daan. Naar mijn stuurgaatje toe. De plek waar ik, als ik geen visite heb tenminste, het lekkerste werk. Nu is er niemand in huis, dus nu kan ik gewoon thuis werken als ik schrijf. Maar als die twee gasten allebei hun computer aan hebben en Steve die heeft YouTube aan met filmpjes, dan kan ik me niet concentreren. Nou, hier zijn de vloerkleden weggewaaid, nat en al. Het plastic is van het dak af. Dat ligt daar. Dus er is toch wat stormschade. Maar ja, niet zo heel veel. En mijn bramen gaan goed. Ik hoop alleen dat ze het redden. Dat ze toch rood worden. Want ze hebben heel weinig vocht gehad. Kijk maar naar het blad. Het is bruin aan het worden. En dit is Melatiris die bijna uitgebloeid is. Die heb ik heel erg uitgedund, want... Die trok heel die braam naar beneden. Maar we hebben heel wat bijtjes en hommeltjes gehad. Er zit zelfs nog wat om mijn oren heen nu. En al die loten moet ik wegknippen. Nou, deze wil ik hier aan de voorkant leiden. Dat zo'n ding kan echt flink groot worden. Dan wordt de opbrengst een stuk groter. Ik heb nog sap en jam van vorig jaar. Nou, dat is, met braam is dat niet slecht. Dat is wel erg lekker. Nou, stuurgaatje. Het gras is eindelijk een beetje groen aan het worden weer. Sinds die 2 dagen regen en storm. Daarvoor is het heel droog geweest. Helemaal niet eens van het fantastische weer, maar wel goed droog. Het heeft gewoon de hele tijd niet geregend. Nu in één keer zijn er allemaal appels uit mijn boom gewaaid. Dus die moet ik aan de kippen gaan geven dadelijk. Er zit enorm veel wespen in. Nou, mijn stuurgaatje opengooien. Zo. Het ruikt gewoon dat hier weinig volk komt. Mijn neef heeft hier gelogeerd met zijn vrouw. Het laatste bezoek is dat geweest. En daar gelijk alweer een wesp binnen. Joepie. Ja, normaal werk ik hier. Daar, mijn bureautje. Dit is een lekker hokje. Vroeger het kippenhok. We noemen het nog steeds het tokhok. Pot en potje moet ik ook nog even legen. Daar staat een kacheltje wat nog aangesloten moet worden. Nou ja, er is zo ongelooflijk veel te doen. Dat dat gewoon allemaal een beetje opzij geschoven wordt in de tijd. Vooruitgeschoven. Emmer.
Het begint een beetje te regenen. Ik had het al over prioriteiten stellen. Het is niet alleen met tijd dat dat moet, want we hebben maar twee handen, maar ook met gewoon met het uitgeven van geld natuurlijk. Het is gewoon een hele dure periode. Even zoeken naar een handschoen. Daar natuurlijk. Yeah. Het is een hele dure periode ook. Niet alleen voor Steve, maar voor ons ook. We helpen hem met het huis. Jak, het smaakt smerig. Maar in de tussentijd zijn allebei onze auto's naar de knoppen gegaan. En onze rekening was 6.500 euro. Die van Steve 3.500. En we zijn er geen van beiden nog helemaal, want er moet nog het een en ander. Er zijn nog wat onderdelen in bestelling. En mijn wasmachine is kapot gegaan. Dat was die eigenlijk al. Maar ik kreeg hem steeds weer aan de gang. En die hebben we uiteindelijk moeten vervangen. Ja, en zo. Hoppa, gelijk wespel mee. En zo is het gewoon een dure tijd geweest. Steve gaat over een week naar Amerika. Daar is hij dan een maand. En dat verdient hij ook, die jongen. Want hij heeft het aardig te verduren op zijn werk. En alle toestanden thuis. Natuurlijk zijn nieuwe huisje. Dat is ook best wel pittig voor hem. Dus hij gaat lekker op vakantie. Dat kost natuurlijk ook heel veel geld. En wij, ja, geen idee wanneer wij gaan. Wij hebben natuurlijk een testvakantie gehad met de camper. En dat is ons heel erg bevallen. Alleen, dat gaat nu gewoon nog even niet. In tijd niet. En qua geld, ja, het zou wel kunnen. Maar we willen het op een andere manier besteden. Nou, voorlopig even een karweitje nummer zoveel bezig. Appels verzamelen. We hebben geprobeerd die vijver schoon te krijgen. Nou, dat is ook een onbegonnen klus. Dat zijn dingen, dat moet een hobby zijn volgens mij. En daar moet je dan elke week mee bezig zijn. Nou, dat is allemaal geen doen bij ons. Wij horen er nog een paar levens bij te hebben. En je moet wel lachen, want ik had hier bezoek van iemand die ook heel graag naar Zweden wil verhuizen. En die hoorde dat een beetje aan. En die zei ook van, ben je dan niet gewoon terug in Nederland? En toen moest ik wel even lachen. Ja, in feite, qua gevoel. Ga eens even spelen, jij. Dat is trouwens een mooie appel. Nou ja. Qua gevoel is dat ook wel zo. Want ik ben iemand die gewoon veel op zijn nek neemt. En veel tegelijk wil doen. En dat is, dat is een van mijn uitdagingen. En nu heb ik natuurlijk die baan, 54%. Ik heb mijn schrijfwerk met een contract en deadlines voor 3 boeken. Waarvan ik er 2 af heb. 1 bij de uitgever al ligt, maar de tweede ben ik aan het redigeren en de derde moet nog af. En dan hebben we dus dit. We willen onze eigen groenten kweken. Onze eigen vleesvoorraad beheren. We willen zoveel. Dus wat we eigenlijk moeten als eerste, als je het over moeten mag hebben. Want dat mag toch nooit, zeggen ze. Dan is dat dat we prioriteiten moeten stellen. Maar alles is zo leuk. Dat is het vervelende ervan. Nou, hier groeit dus bijna geen gras vanwege die appels. Ik heb al die karweitjes in mijn eentje nu. Normaal was het Geer die met de emmers liep te sjouwen. Maar die heeft, zoals jullie al zagen, aardig wat andere dingen te doen. Ik weet trouwens niet of ik jullie nou film of niet. Of ik nou de appels film of niet, bedoel ik. Ik hou die camera maar een beetje naar de grond. Zo. Jij mag de pemer. Dat zijn er wel een hoop. En er zijn er al een hoop
Die bedorven zijn ook. Ik ga even naar de kippetjes. Op. Poeh. Mijn rug recht. Ik doe dat met handschoenen aan, omdat er heel veel wespen in die appels zitten. Maar zoals ik al zei, prioriteiten stellen dus. Heel belangrijk. En anders dan loopt de agenda zo vol. Nou heb ik vandaag mijn laatste vrijdag. En dan ga ik het weekend weer werken vannacht, de nachten. Heb ik gewoon dit soort klussen op me genomen. En ik wilde gewoon eigenlijk ook nog trainen. Maar dat gaat vandaag gewoon niet lukken. Hé, hey, gozertjes. Dametjes bedoel ik. Kom maar, kijk eens. Lekkere appeltjes. Oeh, lekkere appeltjes. Even kijken of ze kippenvoetbal willen spelen. Kippie, kippie, kippenvoetbal. Lekkere appeltjes. Nou, ik geloof dat ze vooral de beestjes erin erg lekker vinden. Ze zijn niet allemaal rijp, maar het heeft, zoals ik al zei, 2 dagen behoorlijk gestormd. En er zijn dus een hoop uit de bomen kan bewaaien. Was dat een goeie? Dat was een goeie. Dat is eentje met een beest. Nou, dan wens ik jullie een prettige lunch, dames en heren. Cool. Zullen de eitjes morgen naar appels maken? Denk ik niet. Kippenvoetbal, yay! Kippenvoetbal, joe! Ik hou ze scherp in de gaten voor wat betreft luis, want dat hebben we gehad. En vorig jaar. En dat is niet fijn om dat nogmaals te hebben. Ik zie er ook eentje met een natte kont daar, dus die gaan we ook even in de gaten houden. Want ook dat soort dingen moeten hebben prioriteit natuurlijk. Dus zelfs in het Zweden, waar we dachten van, goh, hey, lekker rustig leven. Nou, daar moeten we uitkijken dat we niet te veel hooi op ons vork nemen. Ons kent ons. Kijk eens, daar kunnen ze bij. Met één hand. Zo. Misschien maak ik nog wel een appeltaartje. Als het op mijn prioriteitenlijst past. Zo. En mijn moeder bij. Nee, het is een luxe probleem. Werken. Want ik kan sowieso niet zonder werken. Ik heb het gewoon nodig om dat te doen. Maar ik kan me... Kijk, ik maak alvast de update. Ik kan me behoorlijk bezighouden met mijn schrijfwerk en de boel hier. Maar het is best een dure periode. En dus het werken is gewoon ook zinvol. En ik weet niet hoe lang ik het blijf doen. Het is nu het tweede jaar dat ik het doe. In oktober is het 2 jaar. Er staan trouwens nog wat... zelfgekweekte komkommerplantjes. En daar komt weer een paprikaatje die bloeit. En daar staat een slaapplant die we steeds plukken. Dat is trouwens een leuke tip, denk ik. Als je... Nou, dan heb ik hem net overgepot. Dus hij ziet er een beetje smerig en zielig uit. Blaadjes geknakt. Maar als je een slaapplant hebt staan. En het is niet een krop, maar het is bijvoorbeeld een rucola. Dan of veldsla. En je haalt er steeds maar blaadjes af. Je knipt hem dus niet in één keer weg.
Dan blijft hij terugkomen. En dan kan je eigenlijk het hele seizoen kan je gewoon sla eten. En deze komt van de sup. Van de supermarkt. Die heeft mijn schoonzus gekocht. En die had ze weggegooid. En dat vond ik zonde. Dus ik heb hem eruit gehaald en geplant. En dit is ook een... dit is volgens mij ook rucola. Maar deze is steeds aan het terugkomen. Hij is een beetje doorgeschoten, daarom is het geen krop geworden. Maar je ziet het, ik haal er steeds blaadjes af en hij komt dan omhoog en dan komt hij weer met mooie nieuwe blaadjes. Nou, we hebben hem al 2 maanden, denk ik. Gaat perfect. Nou, dit ziet er ook niet uit, maar dit is spinazie. En die eten we ook gewoon. Dus die is doorgeschoten, maar dit, wij knippen meestal... We knippen meestal dit soort dingen voor in de sla. Dus ja, als je spinazie wil koken, dan wordt het natuurlijk, dan is het te weinig. Maar nou, in de sla gaat het goed. Net als deze jongen. Dat is ook een plantje van de Lidl, geloof ik. En ik vond hem zo lief. En ik vond het potje heel lelijk. Een gouden potje. Maar ik had hem in zo'n plastic folietje gekocht. En die pot had ik hier staan. Nou, dat gaat zo goed. Er staat zelfs nog peterselie tussen hier. Nou, die is helemaal overwoekerd. En die citroenmelisse is super gezond. Daar kan je thee van maken. Je kan het in salades doen. Je kan het stomen bij vis. Je kan er van alles mee. Het houdt de vlieg op afstand. We hebben ook inderdaad veel minder vliegen binnen dan dat we hadden. Alleen de wespen vinden het kennelijk lekker. Want die laten zich niet verjagen. Maar... nou ja, zo modderen wij door. Op onze eigen manier. En we hebben het gewoon eigenlijk te druk. Maar we weten dat dat als het met Steve's huis wat minder wordt. Dat we weer tijd aan onszelf kunnen besteden. En dan wordt het ook tijd om eens goed te kijken wat we wel en niet kunnen. En, want we willen eigenlijk alles. Wat is haalbaar en niet. Nou, heb ik dat al net geloof ik gezegd, maar er komen wat mensen kippetjes halen, omdat we er gewoon heel veel hebben. En het hoeft allemaal niet zoveel. We zijn heel enthousiast geweest en hebben heel veel kippetjes laten geboren worden. Het is ook gewoon heel erg leuk om er een hele hoop te hebben, maar het is best wel een hoop werk. En ja, we hebben een overschot aan eieren nu en dat is niet de bedoeling. Dus het is een beetje kijken wat we willen, wat we kunnen. En misschien ook wel een paar passen terug. Dat is ook wel een goede voor de komende winter, denk ik. Nou, ik zou zeggen tot de volgende keer maar weer.